Jong FC Groningen speelt, net als het eerste elftal een dag eerder, tegen Heracles. De Beloften staan zesde in de Eredivisie met 7 punten uit 5 wedstrijden. De Almeloers met oud FC Groningen keeper Brian van Loo in het doel hebben 2 punten meer. FC Groningen moet dus winnen om mee te blijven doen met de bovenste plaatsen. En de thuisploeg begint ook goed aan de wedstrijd in Eelde. Na 17 minuten spelen wordt de paas van Van Loo niet goed verwerkt door de verdediging van Heracles. Hilal Ben Moussa kan scoren, maar wil het te mooi doen. Van Loo redt en de rebound wordt vervolgens binnengeschoten door Joël van Nief. 1-0 voor FC Groningen. Dan 2 minuten later, Filip Kostić wordt weggestuurd. Van Loo uit zijn doel, maar Kostić schiet de bal ruim voorlangs. FC Groningen is de betere ploeg en krijgt goede kansen om de score te verdubbelen. Opnieuw de thuisploeg via Jones. Gaat voor eigen succes. Maar hij schiet hard over het doel van Van Loo, terwijl Ben Moussa er misschien wel beter voor stond. En zo blijft het 1-0 na een aardige eerste helft. Na rust blijft FC Groningen kansen creëren. Van Nief stuurt Kostić weg. Maar net als in de eerste helft schiet hij ook deze keer voorlangs. Ook Heracles komt er af en toe gevaarlijk uit. Jozef Samuel haalt uit, maar opnieuw voorkomt Bizot een tegentreffer. Dan na een uur spelen de paas van Jelle Wagenaar op invaller Timo Letschert. Hij speelt zich slim vrij, kan zo doorlopen naar Van Loo, maar ook deze bal verdwijnt over het doel. 100% kans voor Letschert. Heracles zet nog één keer aan, de voorzet van aanvoerder Joey Belterman. Bizot ziet er niet goed uit, laat de bal los en Derrel van Miegen profiteert. 1-1. Tegen de verhouding in, maar het is de bekende wet. Als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander dat wel. Inmiddels is Rishairo Sivkovic ingevallen. Zondag kreeg hij in de slotminuten nog een goede kans en ook nu wordt hij diep gestuurd. Sivkovic schiet over en zo blijft het 1-1. FC Groningen verspeelt punten en staat nu vijfde in de Eredivisie met 8 punten. Dit tot ontevredenheid van trainer Dick Lukien. Ik ben boos en ik ben ook teleurgesteld omdat ik vind dat we onszelf tekort doen. En ik heb altijd geleerd om jezelf niet tekort te doen. Want we steken heel veel energie in deze sport en we voetballen bij vlagen hartstikke goed. Verdienen ook gewoon om te winnen, creëren heel veel kansen. Ja, nogmaals, dan is het wel zuur dat je dat laat liggen.